Meneer Van Raak, u bent oprichter van het Huis van de Klokkenluiders. Ik weet niet, bestaat het eigenlijk nog? Nou ja, het gaat niet goed met het Huis voor Klokkenluiders. We hebben een wet gemaakt om klokkenluiders te beschermen. Die moeten terecht kunnen bij een Huis voor Klokkenluiders. Dat werkt niet goed. Daarom hebben we als Tweede Kamer en als minister Ollongren de nationale ombudsman gevraagd om daarnaar te kijken. En als het nodig is om het huis opnieuw in te richten, zodat het wel gaat functioneren. Want het is al een heel oud gegeven. Klokkenluiders, ja, die trekken zich terug. Of bij de Belastingdienst overal. In de zaak Wilders ook. Omdat, ja, ze zijn hun leven niet veilig. En daar gebeurt eigenlijk niks. Nee, je ziet dat problemen met klokkenluiders zijn nog levensgroot. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. Iemand die heeft heel terecht aangekaart dat de dingen niet deugen bij de Belastingdienst. En in plaats van dat de top van de Belastingdienst wordt aangepakt, wordt hij of zij op de zijspoor gezet. Ja, dat kan echt niet. Maar het gebeurt wel, om de havenklap, zelfs in de zaak Wilders. Wanneer komt daar nou zijn einde aan? Ja, er is nu zelfs een wet voor de bescherming van klokkenluiders. Dus als mensen misstanden melden, mogen ze niet worden ontslagen, mogen ze niet gekleineerd worden, mogen ze niet op een zijspoor worden gezet. Het feit dat sommige ministeries, zoals de Belastingdienst, ministerie van Justitie, dat nog steeds doen, moet betekenen dat die moeten worden aangepakt. Dus de Tweede Kamer zal hier bovenop moeten zitten en ervoor moeten zorgen dat ook de Belastingdienst en ook het ministerie van Justitie zich aan de wet gaan houden. Ja, maar het is onlangs nog gebeurd dat een klokkenluider in de zaak Wilders, die vandaag nog voor de rechter staat, zich terugtrok. Dus gebeurt dan toch niks? Ja, en dat is dus een bedreiging voor onze rechtsstaat. En daarom moet de Tweede Kamer dit niet accepteren.